Drie dagen voor Pasen stierf Christus aan het kruis. En volgens Dan Brown, de auteur van de Da Vinci Code, bezat het kruis de verhoudingen van de rij van Fibonacci, ook gekend als de gulden snede. De kerk verwierp deze stelling, maar in Abdij Rozenberg in Westmünster hangt er wel een kruis dat volgens gelijkaardige wiskundige verhoudingen ontworpen is, door de monnik-architect Hans van der Laan, het zogenaamde plastische getal. 4,1, 41 centimeter, en als ik de hoogte opmeet, heb ik 55. En 55 gedeeld door 41, ik kan het eventueel narekenen op de rekenmachine, maar gelooft u mij, het is 1,324, het plastische getal. Dus zo heeft Van der Laan een kruis ontworpen voor Christus, een wiskundig kruis voor Christus. Niet alleen het kruis, maar het volledige gebouw en interieur werden ontworpen volgens het plastische getal. Hij vond dus al, vooraleer dat Dan Brown begon met zijn boek, dat dat overdreven zaken waren en dat men moest werken met eenvoudige verhoudingen. En hij gebruikte dus dikwijls in plaats van het plastisch getal, 1,324 enzovoort, gebruikte hij liever eenvoudige verhoudingen en werkte hij liever met het getal 1, 3, 4 en 7. Die verhoudingen zien we zelfs terugkeren in het kruisje rond de hals van de kloosterzusters. Zuster, als ik mag. Dus de breedte, ik zie dat is 4,5. De lengte of de hoogte is 6. Wel, 6 en 4,5, dat is de verhouding 1,333. 4,5 over 6. En 1,333, 4 derde, dat zijn bijzondere getallen voor Van der Laan. Het wiskundige spel laat de zusters koud. Maar ze genieten wel van de aandacht van de buitenlandse bezoekers die regelmatig over de vloer komen uit interesse voor de bijzondere architectuur. Na een tijd zeggen ze, wat een rust gaat hier vanuit. En dat is voor mij heel belangrijk, dat mensen hier kunnen tot rust komen. En dan niet alleen die uiterlijke rust, maar ook die innerlijke rust hier kunnen vinden. En daar helpen die maatverhoudingen dan wel bij. Maar dat hoef je niet te weten voor mij. Maar het is goed dat er is. Misschien moet Dan Brown dan ook maar een boek over Abdij Rozenberg schrijven. Oh, ik hoop van niet. Om juist te zijn, ik hoop van niet. Ik denk dat daar de kerk toch niet mee akkoord zal gaan. Misschien moet u dat even vragen aan een zuster die hier in de abdij rondloopt. Hij is hier altijd welkom, juist lijkt iedereen. Maar dan zouden we toch wel heel goed moeten weten wat daarin komt. Dat we niet gebruikt worden, want daar zijn we uiterst gevoelig voor.